De Amelander-aftrap van de campagne voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op 12 september is voor rekening van het CDA. De partij had demissionair minister van Financiën Jan-Kees de Jager, Kamerlid Sander de Rauwe en kandidaat-Kamerlid Harry van der Molen naar het eiland om de vragen van kiezers te beantwoorden. Wat doet het CDA in jouw ogen om te kijken dat je in de krimpgebieden die we ook in Noord-Nederland kennen, toch het onderwijs op peil te kunnen houden? Ja, het is natuurlijk zowel voor de eilandbewoners als voor de mensen die hier op het eiland op vakantie willen gaan, is het belangrijk dat het bewoonbaar blijft. Omdat die eilandbewoners zorgen ervoor dat die toerisme ook hier kan blijven. Dus ook degenen die hier op bezoek zijn vandaag of op vakantie zijn vandaag, is het belangrijk dat die eilandbewoners voldoende voorzieningen blijven houden. Dat betekent ook onderwijs, want onderwijs is belangrijk voor onze toekomst, voor ons allemaal. En daarom is het CDA ook voorstander, heeft ook geld, dat bleek ook uit de doorrekening vandaag, geld echt opzij gezet voor het feit dat scholen, dat je die niet op Waddeneilanden moet sluiten op het moment dat men net onder die grens uitkomt. We hebben allerlei grenzen om toch dat een school nog een beetje betaalbaar is en betaalbaar blijft. Maar op zo'n eiland moet je toch wat andere normen hebben dan dat je die gewoon op het vasteland hebt waar veel meer mensen bij elkaar wonen. Dus daar heeft het CDA echt heel bewust voor gekozen om dat bewoonbaar te houden, zodat ook scholen hier gewoon op het eiland behouden kunnen blijven. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de Amelandse band Abnormaal, met onder andere hun nieuwste nummer, Nooit Genoeg. Bekend van onze videoclip. Let op. We vinden Abnormaal een maatschappijkritische band. Ze hebben hun eigen teksten. Voor ons zijn het goede teksten. En om heel eerlijk te zijn, we hebben ook een beetje het echte ouderwetse kermisidee gehad van laten we een hoop lawaai maken, dan komen de mensen. Dat zijn de twee redenen om het te doen. En het is natuurlijk leuk om zo'n band die redelijk succes heeft ook in de picture te brengen. We hebben Omroep Friesland hier gehad, we hebben jullie hier gehad. En het is voor hun ook leuk dat zij in de picture komen. Ik vind het een fantastisch eiland. Ik heb een aantal plaatsen bezocht. En het is supermooi. De stranden, de duinen en nu hier in Nes. Het is echt heel erg leuk om hier te zijn. Deze Ameland Live is mede mogelijk gemaakt door het CDA. Mag ik hier nog wat vragen? Ja, dat hadden we afgesproken, hè? Ga je gang. Even een vraag, ik ben Ab Kiwi. Even een vraag over dat verhaal van Goldman en Sachs. Die vrouwtje wat op televisie was.